wel een nieuwe aflevering van Lijst Nul. En ik vind het een onwijze eer, want vandaag heb ik een interview met Frans, Mr. Speaker Wijsglas. Kom maar bij, Frans. Hoe gaat het met je? Het gaat prima, meneer Westlink. Ik zou het buitengewoon waarderen als u mij zou foefailleren. Ja, maar ik val nou helemaal niet op oude mannen. Nee, maar ik vind meneer Wijsglas wel zo netjes. Dan maak je daar geen zorgen over, je ziet er schitterend uit. Hey, maar Frans, jij houdt binnenkort op met de politiek, hè? Ja. Dus dit is ook eigenlijk jouw laatste Prinsjesdag geweest. Ja, het is mijn laatste Prinsjesdag geweest, althans als voorzitter. Ja, maar vind je dat dan niet vet jammer? Ik bezie dat inderdaad met een zekere weemoed, dat kunt u zich voorstellen. Weemoed wil zeggen eigenlijk best wel kut, hè? Als u het zo naar de doelgroep wil vertalen, akkoord. Rood. Hey, maar Frans, eigenlijk kan je best zeggen dat wij een beetje hetzelfde beroep hebben. Dat zijn uw woorden? Nee, want eigenlijk ben jij de presentator van de Tweede Kamer. Nee hoor, ik ben geen presentator. Ja, maar je zou toch kunnen zeggen, Frans Pansje, dat het is een soort presentator van de talkshow van de Tweede Kamer. Nee. Met elke dag dezelfde 150 saaie gasten. Nee, het gaat absoluut niet om mij. Ben je dan een soort Jan Paparazzi? Frans. Ik ken de heer Paparazzi niet. Is dat de voorzitter van het Italiaanse parlement? Nee, dat is de sidekick van Robert Jensen. Ben je sidekick? Nee, ik ben voorzitter van de Tweede Kamer, de Staten-Generaal. Maar Fransje, Fiederansje, zet de klompjes bij het vuur. Ben je een soort van sidekick? Dat maakt het zo inzichtelijk voor de kijker. Meneer Westerlink, waarom moet altijd alles koet vertaald worden naar hippe, vlotte termen? In mijn tijd deden we ons best om volwassen over te komen. Tegenwoordig is het bon ton om allemaal maar voor de jongeren door de knieën te gaan. Ik ben voorzitter van de Tweede Kamer en ik wil graag als zodanig worden aangesproken. Best wel een driftkikker. Nee, ik ben niet driftig. Ik wil alleen respect voor het politieke ambt. Oké, we gaan hier. Gaan we eventjes wat. Kom dan, jij moet even hier. Oké, Frans Wijsglas, even een stukje try before you die. Jij eet, zonder tussendoor adem te halen, 3 van deze joekels van zure bommen. En daarna deze witte tiet van chocola met een tepel van pure chocola. En waarom zou ik dat doen, meneer Westlink? Om te laten zien hoe kotsmisselijk je wordt van het zoet na 3 jaar zuur. En go, Frans Wijsglas. Go. Hij doet het. Godverdamme! Nou, respect! Meneer Westlink, na 24 jaar in de politiek ben je wel gewend om een beetje wat te slikken en dan ben je niet zo snel misselijk meer. Nou, ik vind je echt onwijs, Glas.